Goedenavond allemaal, KSK Heist, Oudenaarde geëindigd op 3-1. Ik heb naast mij de twee trainers voor Oudenaarde, is dat Stefan Leleu voor KSK Heist, Cees Boschaerts. Twee heren gaan hun visie geven over deze partij op deze koude winteravond. Dus ik geef eerst het woord aan Stefan Leleu, trainer van Oudenaarde. Goedenavond, ik moet Cees proficiat wensen met de winst. Ik ben wel aan het hooggoed vandaag in de leiding. Ik had niet de indruk dat we vandaag tegen 11 man speelden. Getuige ervan de imaginaire penalty dat we tegenkrijgen, waar het 2-0 wordt, cruciale fase. Dan is de wedstrijd bijna afgelopen. Kunnen we nog scoren? Lukt net niet. Ik denk dat de bal op de lijn gered. Wordt dan 3-0 door een on-goal? Ja, dan is de wedstrijd over. Gaan we wel nog de wedstrijd proberen te redden in de tweede helft. Misschien een vroeg doelpunt, dat er nog kan lukken. Doelpunt valt nog, maar veel te laat. Oké, 3-1, boeken toe. We zitten samen in dezelfde boot achteraan. En nog 10 wedstrijden om de operatie redding tot een goed einde te brengen voor ons. Zo simpel is dat. Oké, dankjewel voor deze reactie, Stefan Leleu. Dan geef ik nu het woord aan de winnende trainer, Cees Boschaerts. Bedankt Stefan voor de felicitaties en ik hoop dat Oudenaarde zich kan redden. Voor ons is het nu de zegen van de hoop, na het punt van de hoop tegen Sint-Truiden, nu de overwinning. Stond 3-0 bij de rust, dat was hoegenaamd niet het klassenverschil dat er tussen de twee ploegen aanwezig was, maar we hadden nu wel een beetje de wedstrijdomstandigheden mee, ook het geluk. Dus we kunnen vroeg scoren op een corner van Yannick, binnengekopt door Jeroen van der Putten. Dan volgt die strafschop en kan Bart scoren. En dan, tot overmaat van een beetje geluk zou ik zeggen, wordt er nog een on-goal gemaakt door Oudenaarde. En kunnen we gaan rusten met 3-0. Wat in feite niet de juiste waardeverhouding van het spel was. Wel speelden we vrij degelijk. Hadden we ook nog twee kansen. Vroeg in de match kon Bart Wevers al gescoord hebben. En ook Stevens had eens een gekruisschop waar Merlier redde. Maar we moesten ook een bal van de lijn halen van Oudenaarde. En qua balbezit denk ik zeker dat het 50-50 was. Dus de ruststand was zeer gevleid voor ons. De tweede helft hebben we slecht gespeeld. Hebben we veel te weinig nog er kunnen uitkomen. Ik denk dat we maar één keer nog gevaar hebben kunnen creëren op een vrije trap van Sigurd Degeling die hem achteruit ligt. En dan Bram Kriel die niet kan scoren. En dan in de rebound Neven die nog afgeblokt wordt. En dan had ik gehoopt dat we de 0 konden houden. Want wel die match toch goed onder controle, maar dan laat je toch nog scoren. Dat vind ik spijtig dat we laten scoren. We hadden de 0 graag gehouden. En in het slot van de wedstrijd waren er nog kansen voor Oudenaarde. Maar uiteindelijk komt onze zegen niet in gevaar. En gaan we nu naar de 16 punten. Ik denk dat we nu voor de weken van de waarheid staan. We hebben nog altijd een mirakel nodig om ons te handhaven in tweede klasse. Maar ik moet zeggen dat we erin geloven, in dat mirakel. Hey, dank u wel, Cees Boschaerts, voor deze reactie. Zijn er vragen van de pers hier aanwezig? Vragen, dan sluit ik de persconferentie nu af en wens ik jullie allen een behouden thuiskomst.